roker bent u bij allerlei dagelijkse bezigheden gewend te roken. 'S Ochtends bij de koffie, in de pauze, na het eten, met vrienden in de tuin, noem maar op. Die gezellige momenten worden rituelen waarbij u steeds weer zin heeft om te roken. Uw lichaam en geest lijken niet meer zonder te kunnen. En verslaving is de belangrijkste reden waarom mensen blijven roken. Maar nu wilt u stoppen, een goed idee. Stoppen is niet gemakkelijk. Het is dus belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Kies uw stopdag en stop het liefst in één keer. Zorg dat er dan geen sigaretten meer in huis zijn. Bereid u voor op moeilijke momenten. Blijf uit de buurt van plekken waar u altijd stond te roken en vertel mensen met wie u altijd rookte dat u probeert te stoppen en vraag of ze u daarbij willen helpen. Bedenk op welke momenten u altijd snakt naar een sigaret en zorg dat u op die momenten iets anders te doen heeft. U kunt bijvoorbeeld in de koffiepauze op uw werk gaan wandelen met mensen die niet roken. Of eet wat fruit, drink een glas water en kijk nog eens een keer naar dit filmpje. Wanneer u stopt met roken, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Zoals humeurigheid, rusteloosheid, ongeduld, hoofdpijn, slapeloosheid en u slecht kunnen concentreren. Koude rillingen, tintelingen in de handen en voeten kunnen ook voorkomen, net als een trage stoelgang en meer eetlust. In de eerste 3 dagen zijn deze verschijnselen het ergst. Voor de een duren ze langer dan voor de ander. Meestal gaan ze na 3 tot 4 weken vanzelf over. Bedenk wat u gaat doen als u humeurig, rusteloos, nerveus, gespannen, boos of verdrietig bent. Laat het geen excuus zijn voor een sigaret. Doe iets anders, bedenk afleiders. Ga een stukje fietsen en rond het huis, neem een warme douche, maak 10 diepe kniebuigingen, bel iemand op, zet de muziek op, zing hard mee, ga dansen, loop de trap op, schrijf uw gedachten op, lees een stukje hardop. Het maakt eigenlijk niet uit wat u doet, als u maar niet rookt. Maak een lijstje van afleiders die het beste bij u passen. Het lijkt overdreven, maar het helpt echt. En pas op met alcohol. Als u drinkt is het extra moeilijk om nee te zeggen tegen die sigaret. Lichaamsbeweging is belangrijk als afleiding en voor de ontspanning. Sport kan helpen eventuele gewichtsinname te beperken. Zorg dat u tenminste 5 dagen per week een 30 minuten intensief beweegt. Bent u bang dat het niet lukt zonder hulpmiddelen? Probeer dan eens nicotinekauwgom of nicotinepleisters. Bespreek het met uw huisarts. Ook als u medicijnen tegen het roken gaat gebruiken, is het belangrijk om dit onder deskundige begeleiding te doen. De behoefte om te roken kan nog vaak terugkeren, ook als u al langere tijd bent gestopt. Maar naarmate u langer gestopt bent, neemt die behoefte echt af.